Zo ziet mijn zomervisserij eruit. Eerst een meter of 20 brandnetels. En dan straks nog een meter of 5 riet. Wat zeker 2 meter hoog staat. Achter dit riet heb ik een stek gemaakt. Het was een uurtje of 2 hakken, maaien en knippen. Maar dan heb ik ook een privéterras aan het water. Dat ziet er zo uit. Met links een feederhengel en rechts mijn karperhengel. Een lekker intiem plekje waar ik van niemand last heb. Als mijn stek tenminste gerespecteerd wordt. Middagje feederen in de polder. Kijk even. En dan maar afwachten wat erbij te wil. Ik moet even slapen. Nou, hier is de boosdoener. Ik kan niet eens even rustig filmen. Die kwam heel snel, zeg. Het is een leuke vis. Centimeter of 55, schat ik. Ik vang zoveel grote bruisems dit jaar dat ik me voorgenomen heb om alleen nog 60-plussers te filmen. Nou, dit is er zo een. Precies 60 centimeter. Deze haalt de 60 centimeter niet. Maar ik laat hem toch even zien, want het lijkt me een hybride. Het heeft iets van een giebel. Het heeft iets van een kopvoren of een winde. Het heeft iets van een brasem. Het was een behoorlijk sterke vis trouwens. Ik zal hem thuis nog eens goed bekijken. Dit begint erop te lijken. Prachtige puntgave vis van 63 centimeter. Echt heel mooi hoor. Als ze zo gaaf zijn. Ik ben de teller al een tijdje kwijt vanmiddag. Maar dit is wel zeker weten de derde 60er vanmiddag. 61 centimeter. Ook weer een prachtige vis. Een avondje gooi meer voor de verandering. Ik ben benieuwd of hier nog iets te vangen is met de feederhengel. Het schijnt niet zo goed te gaan met de brasemstand hier. Nou, ik geef het een paar uurtjes. Dit is weer eens een ander uitzicht. Ook wel leuk. Om gek van te worden. Ik gooi in, trillende top. En meteen een grondel. Achter elkaar van die krengen. Ze vreten je haken leeg zonder dat je beet krijgt. Dat is het gooimeer van dit moment. Vandaag vis ik op een andere stek op de randmeren en ik heb de maden thuis gelaten. Want ik wil geen grondels en geen vorens zien vandaag. Kijk, dit zijn ze. Daarom ben ik hier. 64 centimeter. Prachtige, zware, mooi gekleurde brasem. Uit de randmeren. Ze zitten er wel. Maar het is even zoeken.
zijn niet alleen prachtig, maar ze geven ook een enorme beuk op je hengeltop. Steeds weer. Dat maakt het zo leuk om ze te vangen. De ruisvorens. Misschien wel de mooiste vis van Nederland. Als de ruisvoren goud is, dan is de blankvoren zilver. Ook een prachtig visje. Ik vis vanmiddag op het EK witvistraject aan de Lage Vaart in Almere. Ik zit hier nu een uurtje of drie, het is niet veel. Tot nu toe twee brasems. Maar ik hoop dat het nu gaat veranderen, want het raakt een beetje bewolkt. Ik had er meer van verwacht. Maar het is bij 2,50 dus blijven steken. Nou, de volgende keer maar weer eens de polder in met een pennetje. Ciao! Ik vis vanavond met de pen. En onder de pen hangen drie maïskorrels aan een her en een dikke regenworm. Want ik hoop op zeelt of karper. Ik ben op alles voorbereid. Nou, de eerste is geen karper, ook geen zeelt, maar een brasem zoals je ziet. En hij is groter dan 60 centimeter, dus hij haalt de video. 62 centimeter. Of ik wil of niet, ik vang brasem. Precies 60 centimeter. Oeh, dat ging niet bijna. Ik ga hem terugzetten. Iedere keer als die pen eruit komt en heel langzaam weghobbelt, dan hoop ik op karper. Maar helaas, het zit er geloof ik niet in vanavond, want mijn stek wordt gedomineerd door brasems. En veel van zulke. 61 centimeter is hij. Ja, mooie vissen hoor, ze zijn behoorlijk zwaar ook. Een kilootje of drie is niks. Het is mooi geweest. Morgen weer een dag. Avondrood, water in de poldersloot. Nou, we zullen het zien morgen.